En uh, het metabole uh, verhaal is eigenlijk een verhaal over hoe dat uh, bacteriën eigenlijk uh, rugklachten kunnen veroorzaken. Dit is de metabol gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de metabol gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde Revo-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de Revo-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info.metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten ook via info.metabolgezond.nl. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond gezond podcast. Ja, goedemorgen, goedemiddag goede of goede avond, al danlang lang wanneer naar deze podcast luistert. En uh, we gaan het uh, maar eens even over iets anders hebben. Ja, over de uh, <coughs> nou, de, de laatste serie in ieder geval uh, die van, we hebben liggen van onze masterclasses. Ja. En uh, de aflevering van vandaag uh, en de komende afleveringen. Dit keer uh, zijn het er vier in plaats van drie. Ja. Uh, gaan we het hebben over uh, low back pain? Ja, misschien wel, uh, tenminste, we hebben het al vaker gedaan. Hè? Uh, en wat gevraagd aan onze kijkers, en uh, de respons uh, is, is jammer genoeg uh, laag. Ja, nou ja, ik heb wel maar... uh, vorige keer uh, op de vorige ja. podcast een vraag gekregen voor uh, de lijsten die wij besproken hadden. Ja. Dus uh, die heb ik inderdaad opgestuurd. Nou, het zou, het zou uh, leuk zijn. Uh, maar nogmaals, dat uh, gaan we dan wel zien of dat uh, gebeurt. Om misschien te horen of er nog andere aandoeningen zijn waarover we misschien kunnen praten. En een soortgelijke series kunnen maken van uh, hoe benaderen we dat dan bijvoorbeeld uh, metabol? Uh, nou nou ja, ja, noem het. Hoe, de, hoe benaderen we dat uh, Revo? Hoe we ja. dat uit de reactiveringsstrategie, uh, evolutionaire achtergrond, uh, uh, het voorkomen en het uh, onderzoeken en oplossen, zeg maar. Dat is de, de rode draad die we eigenlijk altijd hebben in, ons, uh, in onze benadering van, uh, van mensen met klachten. Ja. En uh, vandaag uh, gaan we dus uh, beginnen met uh, low back pain en uh, lage rugklachten. Um, en we beginnen met, uh, met uh, zoals altijd, uh, eigenlijk uh, ja, de... De REVO-methode gaan we natuurlijk als rode draad hebben. Ja. Um, en we beginnen normaal gesproken altijd met uh, biomechanisch. Ja. En uh, dit is deels biomechanisch, maar deels metabool. Want we ja. gaan het hebben over de metabolen discus. En die discus is natuurlijk het biomechanische deel daarvan. En uh, het metabolen uh, discus-verhaal is eigenlijk het verhaal over hoe dat uh, bacteriën eigenlijk uh, rugklachten kunnen veroorzaken. Klopt, en uh, daar hebben we ook allebei ervaring mee. Hè? Ja, afgelopen week nog. Ja, bijna is het al even geleden, maar uh, ja, dat is denk ik wel uh, wat het is. En uh, als je het dan hebt over die component en over bacteriën, dan uh, moeten we ons natuurlijk afvragen hoe die bacteriën dan uh, in die discus terechtkomen. Ja, nou ja, we weten uit allerlei onderzoeken dat uh, er verschillende soorten bacteriën vaak worden aangetroffen bij, uh, bij discusproblematiek. Ja. En, uh, en ik neem aan dat ze dat niet op levende mensen hebben onderzocht. Maar ja. uh, er zijn twee bacteriën die we met regelmaat uh, terugzien uh, uh, als er een onderzoek wordt gedaan naar een discus. En uh, de ene bacterie is een mondbacterie, en de andere bacterie is een huidbacterie. Ja. En. Uh, um, hoe hoe werkt dat dan? Want want wij kennen natuurlijk allemaal het verhaal dat uh, dat mensen met het optillen van een pen uh, uh, het in een rugschoten is zeg maar de verkeerde beweging gemaakt. Precies en dat is dan dus de druppel die de emmer laat overlopen. Uh, ik kan je vertellen dat uh, dat ik vorige week uh, met uh, met deadliften uh, bij mij uh, is misgegaan. Um, en eigenlijk is het zo dat, uh, maar misschien komt het verderop nog wel, uh, dat hele proces, uh, hoe dat, uh, dat in zijn werking gaat. Ik weet het eigenlijk even niet uh, precies meer. Ja daar, uh, maar, nou ja, ja, daar komt er sowieso nog meer over. Oké, okay, maar uh, wat er dus gebeurt is dat er een kleine schade kan ontstaan door een verkeerde beweging. Um, waarbij celstructuren dan kapot gaan en uh, het ertoe leidt dat er ijzer vrijkomt. En ijzer is natuurlijk een uh, fantastische voedingsbodem voor bacteriën. Ja. En uh, we noemen dat dan uh, dat die bacteriën, zolang je de verkeerde beweging niet maakt, in een dormant state zijn. Ja. Uh, en die zijn dus uh, niet in voldoende mate aanwezig om hun... Uh, ja, hoe noem je dat? Quorum sensing. Ja, ik weet dat was het woord wat ik niet gelijk wilde gebruiken, oh. maar er moet een drempelwaarde overschreden ja. worden, wil het een ontstekingsreactie met zich meebrengen. Ja. En um, dat gaat dus inderdaad over quorum sensing. En dat betekent dat zolang die bacteriën in een dormant state zijn en in niet voldoende mate aanwezig zijn, um, dat pas wanneer er ijzer vrijkomt door uh, letsel. Uh, dat het een voedingsbodem is voor die bacteriën, die, die zich daardoor kunnen gaan prolifereren en dan inderdaad die drempelwaarde wel halen. En vervolgens tot een uh, ja, fulminante ontstekingsreactie <laughs> kunnen leiden. Om uh, eventjes uh, ja. uh, de woorden van uh, een van onze collega's te gebruiken. Ja, en ik leg ook aan uh, mijn patiënten altijd uit van... Um... Er zijn er dan nog niet genoeg om een bedreiging te vormen, maar zodra die drempel inderdaad wordt overschreden, dan is het wel een bedreiging voor het lijf en dan zal het immuunsysteem inderdaad in actie komen. Maar dat, wat je zelf terecht al zegt, het zijn mond- of huidbacteriën, dus die moeten natuurlijk die mond verlaten. En dat, dat kan natuurlijk alleen maar, of de huid, indien de barrière, die jullie van ons wel, wel kennen, want daar hebben we het vaak over, dus de, de verbinding van... De buitenkant met de binnenkant van ons lichaam, die moet natuurlijk doorlaatbaar worden. Mm -hmm. moet gaan, uh, eigenlijk die bacteriën moeten dus in de bloedbaan kunnen komen. En uit die uh, mondslijmvliezen of huidslijmvliezen in het systeem uh, komen. En uh, één uh, belangrijke factor lijkt daarin uh, het verhaal huidkwaliteit. En uh, die huidbarrière is heel erg afhankelijk... Van een, van een eiwit dat heet filagrine. Dus letterlijk moet je het zo zien dat de dichtheid van die huidbarrière bepaald wordt door hoeveelheid filagrine. Ja. Wat een eiwit is wat wordt gevormd uit uh, het aminozuur histidine. Ja. En. Um, wat overigens ook een belangrijke rol speelt in de slijmvliezen van uh, keel, neus en oorregio. Uh, ja. Regio. Correct. En. Um, uh, als je evolutionair kijkt, dan zijn er altijd uh, opofferingen geweest. De theorie is in dit geval ook mogelijk dat wij uh, in, in Centraal-Afrika uh, natuurlijk zijn gestart met leven en, en omhoog getrokken zijn. En we hebben daar een concessie moeten doen vanwege de noodzaak voor vitamine D. Ja. Dus vitamine D uh, heb je natuurlijk minder, uh, kun je minder aanmaken uit, uit licht indien je meer naar het noorden gaat omdat de zon daar onder een andere hoek staat. Dus als we de huid nu wat meer doorlaadbaar voor die zonnestralen maken, kunnen we van het minder krachtige zonlicht toch nog voldoende vitamine D maken. Dat is dan de reden dat wij een blankere huid hebben dan een Afrikaan. Ja. Uh, maar de concessie die we daarmee hebben gedaan is een stukje huidkwaliteit. Want een Afrikaan heeft een veel betere bescherming tegen zonlicht, maar heeft ook krachtiger en meer zonlicht. En heeft dus daardoor nog steeds genoeg vitamine D uit het zonlicht wat er is. Ja. Dus eigenlijk is het een, een opoffering geweest. Dus de evolutionaire keuze was meer filagrine of genoeg vitamine D. En heeft de evolutie toch bepaald dat die vitamine D van grotere noodzaak was. Maar dat betekent dus dat onze huid wat kwetsbaarder wordt. Overigens is de hoek waaronder de zon op de aarde moet schijnen, moet meer dan 33 graden zijn. En, en dat betekent dus dat je in de wintermaanden, zelfs als je in de zon bent, zelfs als je onbedenkt in de zon bent, geen vitamine D kunt aanmaken. Ja, dat dus, ja dat is een, blijft een, een misvatting hè. Ik was uh, vorige week in uh, in Egypte en dan merk je dus ook echt gewoon. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar ik heb zitten uitrekenen van uh, de UV-index. Ja. Uh, en die type huid kun je ook uh, opzoeken en dan ja. kun je dat door elkaar delen en dan kun je zien hoe lang je in de zon mag zijn voordat je verbrandt. Ja. Nou, ja wij, uh, ik ben niet in Egypte geboren. Niet. Nee, maar je ziet daar dus wel uh, al mijn mede-vakantiegangers. Die zie je daar uh, zo wit als maar kan zijn. Open en bloot, uh, anderhalf uur in de zon liggen. En dan zitten ze aan het buffet, zo groot rood. als een kreeft. Ja. <laughs> maar ik heb dus uitgerekend dat ik met mijn type huid, met de UV-kracht die daar op dat moment was, ongeveer 20 tot 25 minuten in de zon kan zitten voordat ik verbrand. Ja, en dat heb je ook niet langer gedaan. Nee. Je bent ook niet gekleurd. Uh, een een beetje. beetje. Een beetje. Dan valt het altijd weg hè, als je weer terugkomt. Een beetje. Ja, maar, nee, maar ben net terug man. Maar het is inderdaad, uh, je ziet bijvoorbeeld uh, op televisie reclames uh, dat uh, voor multivitamines, uh, waar onder andere vitamine D in zit. Ja. En dan wordt verteld van uh, ja, ook als je zelfs als je buiten bent, uh, dan, uh, dan maak je alsnog vitamine D aan als je maar in de zon bent. Nou, dat is dus niet waar. Nee. Tenzij de zon hoger staat dan 3, 33 graden. En ik heb een app op mijn telefoon, ik zal hem er even bijpakken. Die minder. Die uh, minder inderdaad. Hij staat in de bibliotheek. En um, de huidige hoek is 14 graden. En het is vandaag uh, tweede paasdag uh, en het is uh, 7 minuten voor 9. Um, en voor pas vanaf uh, 33 graden krijg je dus inderdaad uh, uh, de aanmaak van vitamine D als je in de zon bent. En uh, voor vandaag is dat van kwart voor 11 tot kwart voor 5 ongeveer. Um, maar dat is uh, eind maart. Nee, 1 april is het vandaag. Ja. ja. En uh, pas in maart is er de uh, opportunity om vitamine D aan te maken als je in de buitenlucht bent. Ja. Maar goed, om... uh, onze huid is daar natuurlijk uh, ja. zeer voor geschikt uh, aangezien wij minder filagrine hebben in onze huid. Wat ook betekent dat we minder filagrine hebben in onze slijmvliezen. Ja. En dat betekent dat mond, keel, neus, oor, uh, longen. En uh, het gebrek aan filagrine zou ook een rol spelen bij bijvoorbeeld. Uh, uh, hoe heet het nou? Uh, hooikoortsen en dergelijke. Ja, en bij uh, astmatische klachten. Precies. En We weten natuurlijk ook al wel dat uh, astma, bronchitis, uh, hooikoortsen. zijn allemaal aan elkaar gerelateerd. En mogelijk is daar inderdaad de gemeenschappelijke factor de mindere hoeveelheid filagine ja. in die barrières. Ja, en zelfs ook onze darm bevat vergelijkbare dingen. Dus ook dingen zoals voedselintoleranties uh, uh, zie je vaak voorkomen. Uh, omdat het natuurlijk ook een reactie in de slijmvlies is van de darm. Ja, en in de darm is het meer het uh, eiwit glutamine... wat bepalend is uh, voor uh, de kwaliteit van de barrières. Ja. Uh, het enige lastige is dat uit het eiwit of het aminozuur histidine... ook het, uh, ja, de neurotransmitter... Uh, uh, ...histamine wordt gemaakt. Ja. En uh, ja, je ziet natuurlijk uh, dat uh, wanneer mensen een allergische reactie hebben... ...dat dat vaak een histaminaire reactie is. Ja. En uh, dat betekent dat er nog minder histidine aanwezig is... ...aangezien het voor histamine wordt gebruikt... ...dan uh, wat je zou wensen misschien. Ja, goed gezegd. Ja, en waar gebruiken we nog meer histamine voor? Waar we dat voor gebruiken? Nou ja, in onze maag is het belangrijk om uh, oh. zoutzuur aan te maken bijvoorbeeld... Ja, en histamine is volgens mij ook een reactie van het specifieke deel van ons immuunsysteem tegen onder andere ook weer hoe funny bacteriële problematiek. Ja, dus je ziet er is niks zonder reden in ons lichaam en uh, nee. eigenlijk is de achtergrond van wat wij doen in, in een dagelijkse praktijk en in de, in de behandeling van mensen is eigenlijk altijd zoeken naar waarom doet een lichaam wat het doet, want het lichaam, jouw lichaam, mijn lichaam Doet niets voor niets. Er is dus altijd een reden waarom er gebeurt wat er gebeurt. Als je het begrijpt, is het uh, heel logisch, toch? Ja. Was dat ook weer. Als je niet schiet, kun je niet scoren. Zoiets. Ja. Um, nou, wij testen dat natuurlijk. Uh, wij kunnen dat testen. Dat is ook het mooie van onze methodiek. En uh, wij gebruiken ook om vast te stellen of er een uh, discusprobleem is wat afgeleide zaken. die eigenlijk uit de embryologie komen. zodat we exact kunnen vaststellen of er een. Uh, ...discus-probleem is misschien moeten we daar niet uh, super diep nu op ingaan bedenk ik maar want het gaat een beetje weg van op zich de metabole reden maar het is wel een belangrijke uh, nou ja, vaststelling het is, hè? het is ik heb van tevoren gezegd hè, het is eigenlijk normaal gesproken we beginnen met biomechanisch dit is natuurlijk wel biomechanisch ja en omdat het een metabole discus is uh, uh, moeten we natuurlijk wel kunnen vaststellen of er sprake is van een ja, metabole precies. discus en de testen die wij daarvoor gebruiken, zijn onder andere de testen die we gebruiken vanuit uh, de neurologische spiertesten. Dus uh, neuromusculaire spiertesten, waar we overigens een masterclass voor kunnen geven als je dat wil. Um, en uh, we maken dan gebruik van uh, bijvoorbeeld de hamstring. Nou ja, eigenlijk beginnen we meestal met gluteus medius. Ja, als het om echt een metabole component gaat, dan, uh, dan zal de hemstring het uh, relevant zijn omdat die reageert op de typische metabolenproblematiek. problematiek. En uh, gezien de andere testen die we daarvoor gebruiken, is de hamstring. Want de hamstring wordt bezenigd van uh, vanaf het niveau L5 en S1. Ja. Um, en we weten dat, uh, dat het vooral de discus van L4 L5 en L5 S1 is, uh, die, ja. uh, die vaak het probleem uh, uh, veroorzaakt. Um, en de wortel van L5 gaat natuurlijk langs de discus van L4. Ja. Dat is altijd, uh, hoe zat dat ook weer? En de discus van uh, L5 is 1, daar gaat uh, de bezinning S1 uh, langs, zeg maar. Ja. En um, een van de biomechanische factoren is onder andere de bevestiging van ons arteriële systeem en ons veneuze um, op de discus uh, L4, L5, L5 is 1. Ja. En ik ben altijd in de war, ik weet nooit wat wat is. Ja, het is de, sp de splitsing inderdaad van je uh, aorta abdominalis in de twee iliaca, iliaca. communis. Die uh, ter hoogte van discus uh, L4-L5 is. Oh. Als ik dat noemde, had ik gezegd L5-S1. Maar goed. Hmm. En long ter hoogte van L5-S1, waarbij dat dus wortel S1 is. Ja. En uh, de vorige wortel L5 maar die, uh, dat arteriële systeem en dat feneuse systeem... dat start natuurlijk uh, in de thorax. Ja. Of eindigt in de thorax. En daar is ook een ophanging. Uh, respectievelijk voor het arteriële systeem links... aan de bovenste ribben. Mm -hmm. En rechts uh, voor het feneuse systeem aan de bovenste ribben. Dus wat we ook zien is dat die mensen... Uh, indien dat systeem ontregeld is... daar uh, blokkering uh, opbouwen van, uh, van ribben. Dus om vast te stellen of er een discus... L4L5 is, ga je dus ook uh, vaak samenvinden dat de ribben links uh, geblokkeerd zitten, waarbij ook de scalenie links-hypertoon zijn. Ja, en dat uh, voert tot een uh, verminderde latroflexie cervicaal naar de rechterkant. Als we het over het arteriële systeem hebben en als ja. we het over het veneuzesysteem hebben, gaat dat natuurlijk uh, de beperking geven op de latroflexie naar links cervicaal. En het grappige is dat, uh, dat de ophanging van het hart, uh, want daar praten we eigenlijk over, uh, die is natuurlijk uh, via uh, de aorta opgehangen aan de tweede rib links uh, en via het membraan uh, ja. um, En En als het hart dus in een wat lagere positie komt, doordat het diafragma bijvoorbeeld gefixeerd is, dat kan. Um, dan krijg je als het ware steunverlies van het hart, waardoor er uh, eigenlijk tractie gaat ontstaan op die aorta. Met als gevolg uh, het blokkeren van de rib, want dat hart mag niet te ver zakken. Um, ja. Nou ja, dat zijn allemaal uh, fysiologische dingetjes. Um, maar dat betekent eigenlijk dat er uh, dus steunverlies zorgt voor rek op de aorta, maar je kan ook bijvoorbeeld een blokkade hebben van een enkel. Die eveneens rek geeft op het bloedvatsysteem. En, ja. en als je dat hebt, dan moet je je voorstellen dat, uh, dat iedere keer dat het hart slaat, um, dan heeft de, de vaatwand elasticiteit die de drukgolf kan opvangen. Maar als je iets in de lengte oprekt, dan ga je dus elasticiteit in de breedte missen. Mm. En in feite is het dan zo dat iedere hartslag opnieuw een klap is op die discus. Ja. En. Dat zien we, ik zie dat heel vaak, dat, dat uh, in de extremiteiten er beperkingen zijn, meestal in enkel in en/of pols. En, of, uh, en dan, dan gaat het met name over de elasticiteit uh, van, van de membranen tussen de tibia en de fibula en de radius en de ulna. Want daar gaan die bloedvaten dus doorheen. Ja, en het is eigenlijk ook weer heel logisch, want het lichaam doet dit natuurlijk niet voor niks, want bloeddruk is vrij essentieel. Ja. Uh, zoals ik weet nog, dat Frank de Bakker, uh, die dit systeem uh, bedacht heeft, ook zei: ja, door die bloeddruk uh, blijven we ook rechtop staan. Ja. Uh, dat is voor, uh, en dat is voor ons best belangrijk. Nou ja, heel veel mensen denken dat je door spierkracht rechtop blijft staan, maar dat ja. is dus vooral die bloeddruk. En iedereen kent die poppetjes wel, die bij voetbalwedstrijden waar de lucht doorheen geblazen wordt. En, uh, ja. Dat is altijd het voorbeeld wat ik gebruik. En dat zul je ongetwijfeld ook, ook doen. Ja. Uh, om te laten zien dat dat uh, een wezenlijk onderdeel is van, uh, van je bloeddruk. Ja, dus het wegvallen of het minder worden van de bloeddruk kan een reden zijn om dit systeem dus uh, op spanning te zetten. Om, om meer druk te genereren zoals jij net uh, al zei. Om je dus letterlijk uh, recht op te houden. Ja. Um, ja. De bacteriële infiltratie. Ja. Nou ja, volgens mij wat dit plaatje uh, vertelt is sowieso uh, welke uh, bacteriën een rol kunnen spelen. Ik zie hier bijvoorbeeld staan de Propionibacterium acne, wat ja. natuurlijk een, een huidbacterie uh, mm -hmm. is. Die wordt dan uh, gevonden. Um, en deze bacteriën zijn natuurlijk voor het immuunsysteem uh, bedreigingen. Dat noemen we dan een, uh, een uh, PAMP. Een Pathogen Associated Molecular Pattern. Ja, dus daar is ons immuunsysteem natuurlijk ook voor gemaakt om uh, pathogenen, aan te vallen die niet op de plek horen waar ze nou, mogelijk wel zitten. Want deze bacterie hoort in de huid en niet in je discus. Nou ja, die hoort dus niet door die barrière heen. En op het moment dat die door de barrière heen komt, uh, dan spreken ja. we over lipopolysaccharide. En uh, dat is een activator van, uh, van het immuunsysteem. Maar. Er kunnen ook gevaarstoffen door onze darmen. De danger-associated molecular pattern kan ontstaan. En dan moet je denken aan ages. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Hè? De ja. glycatie van onder andere bijvoorbeeld uh, hemoglobine. wat ja. we bij diabetes patiënten gebruiken om te kijken wat het langdurige suiker is. HbA1c. Dat is een voorbeeld van een, een advanced glycation end product, een age. En zo zijn er nog een aantal andere uh, wegen die het immuunsysteem kunnen activeren. Uh, op een plek waar je eigenlijk uh, ja, deze zaken niet wil hebben. Ja, en ik moet altijd uh, denken bij dit verhaal ook aan uh, het feit dat een deel van dit stuk ook ontdekt is doordat ze mensen met rugpijn gingen behandelen met antibiotica. Dat klopt, ja. Uh, wat natuurlijk een antibacteriële interventie is en dat deze mensen dus ook uh, verbeterden. En uh, dat dat meteen ook de bevestiging was voor het feit dat er dus. Uh, een, bacteriële, een, infectie een bacteriële infectie. Ja. Ja, en uh, Er is een onderzoek geweest waarin bekeken is uh, bij hoeveel hernia, uh, herniated discs, uh, er sprake was van positieve microbiologie. En als het gaat over deze, deze Propionobacterium acnes, uh, waar je net over sprak, wat dus een huidbacterie is, dan blijkt dat 86% van de mensen die een hernia hebben, deze bacteriën uh, positief uh, hebben. Ja. Uh, dan zijn er nog een, 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 een 7% wat, uh, dus, wat dus uh, staphylokokken uh, heeft. Uh, en dat zijn alleen nog maar de anaerobe bacteriën. Want we hebben ook nog. Uh, Komen die niet uit de keel, de staphylokken? Ja. Dus ook een open mondbarrière kan ja. leiden tot het ontstaan van uh, een, ja. een discushernia. En het grappige is: uh, een van de dingen die we kunnen doen in ons onderzoek om te bevestigen of er sprake is van. Uh, Um, een open mondbarrière is gewoon even met een tandenstoker tussen de tanden stokeren om te kijken of dat, dat een reactie opgeeft. Want een, een, een open mond is eigenlijk bloedend tandvlees. Ja. En ook daar hebben we het al eens eerder over gehad, omdat uh, een open mond uh, vaak ook een reactie is van het stresssysteem. Ja. Nou ja, zo zijn er allerlei relaties te bedenken naar het hoe en waarom van het ontstaan van, uh, van, uh, van zo'n metabolisch discus. Ja, die, uh, die gaat zo natuurlijk ook nog komen. Oh, dat is mooi. Ja. Ben, ben er weer bij? Bijna. Oké. Okay. Ik kan het niet zo goed lezen, allemaal. <laughs> ja, ik weet niet of dit uh, heel relevant is om toe te voegen. Dan zijn ik een beetje uh, meer van hetzelfde. Hè? Ja. Uh, de sheet daarna zie ik nog staan uh, dat uh, uh, vervetting ook uh, te zien is in uh, de paraspinale musculatuur. Bij mensen met lage rugpijn, wat natuurlijk ook op uh, inflammatie duidt ter hoogte van die regio. Nou ja, dat is uh, vooral dan het gevolg van uh, fysieke inactiviteit. Dus uh, het zit in, uh, als nieuwe roker. Dus, uh, ja. uh, want je krijgt namelijk door fysieke inactiviteit uh, smallere dissy. En uh, inderdaad meer vet infiltratie in de paraspinale spieren. En dat betekent dus dat die spier uh, ruimte minder vezels bevat. En dat betekent dus dat de functie van de desbetreffende spier achteruit gaat. En dat betekent. Uh, ja, dat, je dat, dat zien we heel veel terug bij mensen met, uh, met lage rugklachten inderdaad. Ja, en, en ook weer een bevestiging van het verhaal dat dit van het verhaal dat dit. Van het feit dat dit verhaal een rol speelt. Is het feit dat uh, lactoferine als interventie bij mensen met een. Uh, het laag rugproblematiek, met een uh, uh, metabolic disc, uh, nou ja, betere uh, effecten heeft, uh, vooral ook als je het doortrekt uh, op langere termijn, ja. dan bijvoorbeeld een groep waarbij uh, diclofenac werd uh, toegediend of bij de controlegroep in het onderzoek? Nou ja, diclofenac is natuurlijk een ontstekingsremmer. En als er lokaal een ontsteking is, dan is het misschien wenselijk... om die ontsteking uh, te verminderen uh, ter faveur van uh, het, uh, het functioneren van je lage rug. Um, maar opnieuw is dat natuurlijk eigenlijk niet zo anders... dan het uh, behandelen van het symptoom, namelijk ja. de ontsteking. En wat lactoferine doet, is uh, eigenlijk uh, virussen en bacteriën binden... Um, waardoor het door het lichaam uitgescheiden kan worden. Dat is in het kort uh, een beetje wat lactoferine doet, zeg maar. En, en lactoferine is natuurlijk uh, voor heel veel aandoeningen best een uh, indicatie. En gelukkig kunnen wij dat uh, via onze neuromusculaire testen uh, ja. kijken of, uh, of dat dat uh, inderdaad zinvol is. Maar de echte reden waardoor de mondbarrière uh, misschien uh, open uh, is naast uh, een gemis aan uh, filagrine... Is een emotional associated molecular pattern, dus een eamp, zoals ja. we dat noemen. Ja. En uh, een eamp is het gevolg van een stressreactie in ons lichaam. Ja. Waarbij uh, als we het over stress hebben, moeten we misschien even definiëren wat stress precies is. En eigenlijk is alles wat onze, onze homeostase eigenlijk bedreigt, uh, een stressor. En dat is op zich niet zo erg, want een, een stressor lokt een allostatische reactie uit om terug te keren naar die homeostase. En uh, dat is functioneel, dat hoort zo. Alleen die stress mag niet uh, chronisch zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet. Zeker. Um, als we het over stress hebben, denken heel veel mensen eigenlijk alleen maar aan cognitieve stress. En uh, als ik uh, een, uh, een, uh, een, een tientje had gekregen voor uh, iedere patiënt die tegen mij zei van Ja, maar ik heb geen, ik heb geen stress. Dan uh, had ik nu waarschijnlijk ook in Egypte gezeten, <laughs> maar dan niet op vakantie. <laughs> Nee. Had je naar huis gehad? Maybe. Ja, ja en die, die, zoals je terecht zegt, uh, hebben we het dan bij uh, die mondbarrière en, en, en het hele verhaal vaak over een specifieke stressor. Dus een e-amp, een, een emotional uh, amp. En uh, in dit geval spreken we dan over uh, een emotional periodontal stress syndrome, wat we vaak zien bij, uh, bij dit soort problematiek. Mm -hmm. En de basis van zo'n e-amp is dat er eigenlijk altijd dus een emotie is die in dit geval uh, nou ja, angst vaak is. Mm -hmm. Volgens mij uh, staat woede er ook bij. Maar onze amygdala, dus het... Uh, ja. Ons uh, fear detecting system. Precies, dat uh, is, de, is de basis van deze reactie. En uh, wat er gebeurt is wanneer die amygdala dus geprikkeld wordt, dus wanneer er een bedreiging is die met angst of woede gepaard gaat. Mm -hmm. Of gekoppeld is geraakt hè, hm. door een ervaring of zo. Ja. Dan uh, wordt daar ook glutamaat vrijgezet uh, in, in, uh, in die amygdala. En dat glutamaat heeft effecten, allerlei effecten, maar het heeft onder andere effect op bot. En omdat uh, het kaakbot een botstuk is, wat heel erg dicht gelegen is bij deze amygdala, zie je dat die. Uh, Vrijgekomen glutamaat op, die, uh, op dat kaakbot ervoor zorgt dat daar osteocalcine wordt vrijgezet uit het bot in de circulatie. En het gevolg daarvan is? Osteocalcine zou normaal gezien in het bot zelf een functie moeten uitoefenen, vooral. Ja. Uh, het bouwt bot op. Precies. Dus uh, wanneer er sprake is van een prikkeling van de amygdala en het vrijkomen van glutamaat, uh, breekt het dus bot af? Ja. En uh, wat het nog meer doet, uh, is het heeft effect op een paar hersenzenuwen. Waaronder uh, de trigeminus, de facialis en de vagus. Correct. Het remt de nervus vagus. Met als gevolg dat onze speeksel van samenstelling verandert. Klopt. Eh, het wordt dikker, viskeuzer. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens ergens een presentatie moeten geven. En gedacht van tevoren, oh jee, ik heb een droge mond. Ja. Dat is dus de nervus vagus die minder actief is door het vrijkomen van de osteocalcine. Ja. En dat uh, zorgt ervoor dat uh, de microflora in de mond uh, een verschuiving kan maken naar uh, minder uh, goede bacteriën. Ja. En als daarnaast uit het bot afbraak plaatsvindt, uh, dan, uh, dan hebben we een perfect storm, zoals ja. dat dan heet. Dan zijn er een aantal omstandigheden die bij elkaar komen, waardoor dus een probleem kan ontstaan. Ja, en die uh, dat dikke speeksel heeft te maken met veel amylase, mm -hmm. wat ook functioneel is in dit geval, want als er een bedreiging is of er is stress, dan wil je energie uh, beschikbaar hebben om die uh, strategie te hebben om te overleven. Dus willen we koolhydraten kunnen omconverteren uh, naar glucose? Ja, en wel zo liefst zo snel mogelijk, dus mm -hmm. direct bij inname in de mond. Ja, um, maar dat zorgt dus wel voor een uh, flora die niet uh, oké okay is. Nee, en een. Niet oké okay zijn van die flora, dat is dan uh, de, de stafylokokken die, uh, die dan via uh, die barrière uh, onze bloedbaan kunnen binnenkomen. En via het binnenkomen in de bloedbaan en het activeren van dat immuunsysteem ja. gaan, die, gaan die bacteriën in ieder geval reizen. En aangezien het met name anaerobe bacteriën zijn, voelen bacteriën zich natuurlijk het beste thuis in weefsel wat relatief zuurstofarm is. Ja. Zoals tussenwervelschijven. Ja, dat heb ik heel goed gezegd. Dat dacht ik. Dus even samengevat, die emotional amp, angst of woede, zorgt dus voor een activatie van wat eigenlijk heet het emotional motor system. Ja. Dus de... Ik wil nog heel even, dat emotional ja. motor system is natuurlijk de facialis en de trigeminus. En wat we dus heel vaak daarbij zien, is dat dat mensen zijn die tanden knarsen, of dat dat mensen zijn die kaak uh, klemmen. Ja, en, en dus in je anamnese de vraag stellen: goh, uh, weet je van jezelf of dat je knarst of klemt, uh, zou een aanwijzing kunnen zijn voor uh, zo'n emotional uh, periodontal stress syndrome. Ja. wat we altijd proberen te doen in onze anamnese en in ons onderzoek is, uh, zoals Timo dat altijd benoemt, het stapelen van bewijs uh, dat we in een bepaalde richting kunnen gaan denken. Zeker. En uh, ook dat is natuurlijk functioneel, want Klemmen is letterlijk van je afbijten. Ja. En uh, de facialis uh, zorgt natuurlijk voor de motoriek in het aangezicht. Dus, uh, zorgt ervoor dat je er niet vriendelijk uitziet als je... Ja, of in ieder geval aan de ander dus toont... en laat zien dat je of bang bent of, uh, of, of, of boos, boos bent eigenlijk. Hè? Ja, 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 ja. Ja, en uh, nou ja, we hebben gezegd... die activatie, glutamaat, osteoclastine wordt vrijgezet uit kaakbot... remt de vages, stimuleert de trigeminus stimuleert de fascialis en de fight-flight modus is, uh, is daar met name omdat die vagus eigenlijk de rem is op de sympathicus en nu krijgt hij vrij spel om actief te mogen worden. Ja, dus in tegenstelling wat we altijd gedacht hebben, dat uh, de sympathicus actief wordt en daarmee de parasympathicus wordt geremd bij een stressreactie is het eerder andersom. Dus het remmen van de parasympathicus zorgt voor activiteit van de sympathicus en dat verandert de speeksel-samenstelling, eh, wat dan uiteindelijk leidt tot het openen van zijn mondbarrière. True that. He, dus de, de reactiveringsstrategie in, in dit geval, eigenlijk is dat een beetje een, een, een samenvatting van uh, waar we al heel veel nu over gezegd hebben, ja. is dus dat bot uh, een bepaalde functie gaat uitoefenen. Naast uh, het, de stevigheid van ons skelet, ja. heeft bot ook een endocrine functie. Precies. Uh, het zorgt voor het in stand houden van het metabolisme. En uh, het voorkomt de atrofie van de hippocampus. Uh, het zorgt voor uh, afbraak van muscle vet, dus uh, vetdepose in onze spieren. Dus dat is van belang als je praat over die erector spinae, die dus, uh, waar meer vet wordt uh, vastgesteld bij inactiviteit. Ja. Um, en het activeert de glut4-transporters, de glucosetransporter 4 die normaal gesproken door bijvoorbeeld insuline wordt geactiveerd... kan ook dus door botweefsel worden geactiveerd. Ja, maar in dit geval uh, is de actieve vorm die dus uit het bot gaat... vooral uh, remmend op die, uh, op die parasympathicus... en speelt dus een rol in het uh, emotional motor system verhaal. Ja. Next. Denk ja, ik. ik? Ja, ja, jij ja, maar, ja Ik wil ook ja, nog heel erg over, ja, over die al. vitamine D <laughs> uh, praten. Omdat, omdat vitamine D is, uh, is afhankelijk... Uh, de, de hele, het hele proces van het uh, osteocalcine, gecarboxyleerd of ongecarboxyleerd, is onder andere afhankelijk van vitamine D en vitamine K. Waarbij vitamine D de rate limiting factor is. Dus dat wil zeggen dat ook in de... In de Wintermaanden als je vitamine D-status lager wordt, er uh, dus een grotere gevoeligheid is voor uh, het ontstaan van deze problematiek. Ja, goede toevoeging. En uh, daar zijn we weer. Hè. De cirkel is weer rond, want die vitamine D speelt weer een uh, belangrijke rol in de kwaliteit van de barrière. Ja, en bijvoorbeeld filagrine, de, dus, dus het mindere aanwezig zijn van filagrine. Zorgt dus uh, voor een vermeerderde aanmaak van vitamine D. Dus dat is ja. een trade-off die we ergens gemaakt hebben in onze evolutie. Zodat we ook op een noordelijkere breedtegraden vitamine D konden produceren ja. in ons lichaam. Ja, en hoe stellen we dan vast of er een E-amp is? Nou, daar hebben wij een, uh, een model voor. Dat noemen wij het Vitruvian model. Ja, ja. klinkt goed, hè? Ja. En uh, dat, dat betekent eigenlijk dat, uh, zoals jij net al terecht zei. Uh, als je mensen vraagt, heb je stress, dan zeggen ze vaak uh, nee. Maar dit model kan wel iets blootleggen uh, waar ze zich misschien niet bewust van zijn. Ja. En wat gaan we doen? We gaan via fysieke signalen een ingang zoeken. Dus als er een, uh, een geactiveerde sympathicus is, dan gaat dat sowieso impact hebben op je hartslag, op je ademhaling, op spanning in de buik en op spanning in de onderrug en de nek, waarbij de nek meer aan de sympathicus activiteit direct is gekoppeld en de spanning in de onderrug meer te maken heeft met de nieren eigenlijk met het raas systeem wat ook geactiveerd wordt bij een stressreactie. Mm -hmm. uh, Hartslag gaat natuurlijk omhoog, ademhaling wordt uh, dieper of hoe zeg je dat? Nou ja, die wordt uh, sneller en oppervlakkiger. Sneller en oppervlakkiger. Ja, dat, ja, ik bedoel, dieper is niet het goede woord. Nee. Dus wat gaan we doen? We gaan die mensen eigenlijk gewoon vragen stellen. We gaan zeggen van kijk, stel nu dat je uh, last hebt van je rug. Uh, en probeer dat ook daadwerkelijk een, een situatie uh, uh, voor je te zien, in, in je gedachten te nemen. Wat doet dat op dat moment als je die last hebt met je hartslag? Wat doet het met je ademhaling? Wat doet het met de spanning in je buik? En wat doet het met de spanning in je nek en onderrug? Als mensen dan antwoorden ja, mijn hartslag wordt hoger, mijn ademhaling wordt oppervlakkiger bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik voel meer spanning in mijn buik als ik las heb van mijn rug. Uh, mijn nek gaat dan ook meer spanning vertonen. Nou, stel mensen zeggen op, op een aantal dingen ja, dan is er dus een teken dat er een sympathicus activatie is uh, tegelijk mm -hmm. met de klachten. Nou ja, in feite is er dus een activatie van alle stresssystemen. Omdat uh, sympathicus heeft met hartslag en ademhaling te maken. Maar dat buikgevoel, spanning in je buik is HPA as, dus uh, hypofyse, hypothalamus, uh, bernier-as. Ja. En uh, de spanning in je onderrug is het raadsysteem. Um, wat ook een onderdeel uh, is van die stressreactie. Ja, en als mensen daar dus dan uh, ja op antwoorden, dan weet je dus dat die stresssystemen geactiveerd staan. En vervolgens ga je dan eigenlijk aan iemand vragen van oké, okay, met. Deze rugpijn waarbij je hartslag omhoog gaat en de spanning in je buik toeneemt. Wat voel je dan? Ja. En dat is eigenlijk de volgende vraag. En met voelen moeten mensen dus een, een emotie gaan benoemen. Ja, dus geen cognitief antwoord. Niet nadenken. Direct antwoorden. Bam. Ja. En stel ze zeggen dan, ja, het kan eerst nog iets anders zijn, maar ze komen uiteindelijk uit op, uh, op angst of woede. Uh, dan heb je dus eigenlijk vastgesteld dat... Wanneer ze klachten hebben, dat ze dan dus ook een bepaald gevoel ervaren. Ja, en dit is natuurlijk ook de basis, zeg maar, voor, uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, zo'n triggerpoint reset methode, of uh, dat heet tegenwoordig anders. Pijnreset. Pijnreset methode. Um, er, is, uh, er zijn wat, uh, wat documentaires uh, zoals uh, All the Rage en uh, ik heb zelf een documentaire van Dr. Sarno uh, en dat heeft allemaal met dit systeem te maken. What do you feel right now? En nou, toch? Ja. Ja, 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 ja. Dus, dus dat is een manier. Er zijn dus verschillende manieren, meerdere wegen die naar Rome leiden om uh, om dit te ontrafelen. Dat ja. is eigenlijk wat ik wilde wilde vertellen. Ja, nou, dan zijn we toe aan. Uh... De V en de O van Revo. Ja, dus naast uh, de reactiveringsstrategie en uh, de evolutionaire uh, uitleg van, uh, van zo'n probleem, uh, kunnen we natuurlijk uh, proberen te voorkomen dat er een periodontal stress syndroom uh, ontstaat. Um, waarbij we natuurlijk eigenlijk... Uh, Angst moeten elimineren. Nou ja, je moet eigenlijk de emotie elimineren om het hele proces te normaliseren. Maar goed... Um, dat is niet altijd even makkelijk. En misschien zijn wij daar als therapeuten ook niet altijd even goed voor uitgerust. Ik denk uh, dat daar andere mensen misschien zelfs wel beter in zijn uh, dan wij. Die dan waarschijnlijk weer de relatie met de rug weer niet leggen. Dus in die zin hebben we wel uh, een zekere ja. functie daarin. Maar stel je nou voor, en als je het niet kunt voorstellen, stel je voor dat je het je kunt <laughs> voorstellen. Uh, dat je dan toch wel wat dingen wil doen om te voorkomen dat zo'n emotional periodontal stress syndroom ontstaat dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat je mondhygiëne optimaal is. En dat betekent bijvoorbeeld het bezoeken van een mondhygiënist. Wat dan weer angst kan uitloken natuurlijk. Ja, nou, bij sommige mensen wel <laughs> inderdaad. Maar misschien is het dan minder ingrijpend en minder angstvormend stokeren of flossen. Wat natuurlijk uh, vanuit de ja. tandheelkunde al, uh, al heel lang uh, geroep wordt. Als we gaan kijken naar uh, de samenstelling van die mondflora en, en uh, de, de hoeveelheid amylase in het speeksel, is het misschien verstandig om uh, je koolhydraten, CQ uh, snellere suikers, uh, te vermijden. Ja. En uh, wat van belang is, uh, is uh, om isotiocyanaten uit voeding binnen te krijgen. Dat kunnen we niet zelf maken. Um, eigenlijk is het zo dat dat speeksel eigenlijk waterig moet zijn. En dat heeft te maken met het feit dat dat... Uh, Um, dat, dat H2O2 samen met isothiocyanaten leidt tot het vormen van water en dat dat soort van steriliserend is en H2O2 is natuurlijk waterstofperoxide ja. wat ook in de tandgeneeskunde wel wordt gebruikt om een mond te steriliseren nadat je een ingreep hebt gehad en uh, isothiocyanaten die gaan dan een reactie aan uh, nou, in ieder geval is het voldoende om twee keer per week uh, iets van een koolsoort te eten om die isothiocyanaten binnen te krijgen dat is eigenlijk ook anti-oxidatief toch? Juist. En misschien is het dus ook wel geen goed idee om uh, vaak met mondwater te spoelen. Nou ja, dat verandert natuurlijk ook uh, je, je hele uh, situatie in die mond. Ja. En, maar wat we al zeiden is natuurlijk het belangrijkste uh, iets aan die emoties doen. En uh, nou ja, dat kunnen we doen door onder andere technieken zoals uh, reframing of deep learning. Uh, waarbij mensen dus uh, ja, een ander gevoel, CQ, uh, een andere emotie krijgen. Hè, met, uh, ja, met de emotie die er oorspronkelijk was, zeg maar. Ja, ja nou en uh, hoe stellen wij dat dan vast? Dat doen we natuurlijk via onze uh, spiertesting, onder andere. Mm -hmm. um, en dat betekent dat we de hamstring gaan gebruiken, omdat die een verbinding heeft met uh, zowel L5 de als S1. En uh, we doen een zogenaamde pump challenge. Want uh, die metabole discus die moeten we een beetje wakker maken. Moet voordat die vaak provoceren. Ja, een uh, reactie laat zien. Dus we gaan letterlijk op de onderrug uh, een pomp, pompende beweging uh, maken. Wanneer de patiënt op de buik ligt. En testen direct uh, daarna de hemstring. En als er een metabole discus is, dan zien we dat die hemstring uh, verzwakt. Na het challengen, provoceren van die discus. Dus we beginnen met een normale hemstringtest in buiklig, ja. en als die normaal functioneel is, dat wil zeggen re normaal reactief is die hamstring, die kan dus zijn krachten uh, opwekken. Daarna doen we de pump challenge, dus we provoceren de discus en, en direct daarna testen we opnieuw uh, die hamstring. En in het geval van een metabole discus zien we dus inderdaad een verzwakking van één of beide hamstrings. Correct. En uh, dan hebben we jullie het straks verteld over hart en long... dus feneus en arteriële relatie. Dus we kunnen die regio's... Uh, zoals de cervicale werfklom, latero, ook testen... om daarmee een extra bevestiging te hebben... van dat er een discusprobleem is. Ja, en vervolgens gebruiken wij onze magical magnet... als therapielocalisatie om te kijken van waar zit dan echt het probleem... En vaak zullen we zien dat uh, bij zo'n uh, metabole discus, waarbij sprake is van bacteriële overgroei, CQ, uh, uh, ontstekingsreactie door de bacteriën, uh, dat we dan onze immuunorganen moeten gaan uh, t zoals we dat noemen. Ja. En uh, dan moet je denken aan de mild, aan de lymfe en aan de darm, uh, maar ook aan mond- en keelregio. En uh, jij bent uh, iemand die uh, dat regelmatig vindt. En ik ben iemand die dat eigenlijk uh, niet zo vaak uh, testte. Totdat ik uh, natuurlijk uh, jou dat eigenlijk altijd zag vinden. En toen dacht ik: ja, dat moet ik ook maar gaan testen. En inderdaad, komen we daar vaak uit op. Ja. Uh, overactiviteit van het immuunsysteem in die mond, keel neus. Uh, regio. Ja. Nou, en, en, en het kan ook zijn dat je uh, als oplossing uiteindelijk. Interventie moet ik zeggen: uh, lactoferine uh, test. En als dat uh, de test ook neutraliseert, dan weet je nog eens uh, via een andere weg ook dat het infectie gerelateerd is, wat er gaande is. Correct. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van onze metabole discus. Zowel het ontstaan uh, als de risicofactoren, als het voorkomen, als het onderzoeken en oplossen. Ja. Dus we hebben de REVO-methode weer volledig uh, gebruikt uh, in, uh, in onze podcast hier. Hè? Ja. En uh, de volgende podcast gaat dus uh, zijn uh, over een endorotatiebeperking van het coxae, dus het heupgewricht. Ja, ja. ja, ja. En dat op de vroege maandagmorgen. Ja. Um, om uh, dat als risicofactor ook weer een biomechanische risicofactor uh, te bespreken. Ja, je, nou ja, je, jij bent vandaag wel van de terminologie. We hadden ook al uh, faveur en fulminant. Dus ja, ja. Uh, goed bezig. Ja, zeker. Nou, ja, dat hoor. was hem, hè? Tot over twee weken. Ja, tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.